Hoi, leuk dat je weer een video komt kijken bij mij vandaag. Ik ga vandaag weer een surprise bal uitpakken van het merk Zuru. Ik had van Zuru een aantal van deze ballen gekregen om aan jullie te laten zien. De ballen zullen in de maand mei te koop zijn bij Kruidvat. Ik weet nog niet wat op andere plekken te koop zal zijn, maar Kruidvat, dat weet ik in elk geval. Je hebt deze ballen in twee kleuren. Een roze bal zoals je steeds op mijn kanaal kan zien. En mijn man Gamerpapa die heeft wat blauwe ballen laten zien. In de roze ballen zitten hele leuke, schattige spulletjes. En in de blauwe ballen daarin zitten wat meer stoere spulletjes. Dus dat is het verschil tussen deze twee ballen. Oké, even openmaken. Ik zie een leuk ritsje. Alleen, ik geloof dat er altijd een plastic laagje hier omheen zit. Dus die moet ik eerst gaan zoeken. Hier zie ik zeg maar ribbeltjes voor het plastic laagje. Niet dat ik daar zo goed in ben zoals je kan zien. Zo, plastic laagje eraf en dan het ritsje hier. Een beginnetje maken en dan openritsen. Nou, dan maar van beneden naar boven. Zo, ja. En ritsen maar. Zo. Nou, dan heb je dus een bal met schijfjes en die pel je dan open. Even kijken, sommigen gaat het over open drukken. Hoe je ze open drukt is mij een raadsel. Ik doe hem altijd gewoon zo. En dan, huppakee, deze kan er straks weer op en dan kan je ze weer dicht doen. Dat is op zich wel leuk als je de verrassingjes eruit hebt gehaald. Niet de bal weggooien, dat is wel zonde. Je kan hier altijd nog weer leuke verrassingjes in maken en knutselen. En dan weer aan iemand iets leuks geven. Oké, ik ga dit openmaken. Er zitten dus 5 kleine verrassingjes in. We gaan kijken wat ik uit deze bal haal. Waar is mijn schaar? Ik had een heel klein schaartje, maar die is weg. En dit zijn armbandjes. Kleine armbandjes in de leuke vormpjes. Een dolfijntje. Even kijken, wat is dit? Lijkt op een aardbei zo te zien. En dan nog een aardbei. En een katje. En een appel. En nummer 2. Dat zijn leuke stickers. Er zitten er 3 in. Ik had in een vorige video, had ik geloof ik toen een stickertje laten zitten. Die heb ik later wel uitgehaald. Gelukkig had ik wat scherpe kijkers die door hadden dat ik een sticker was vergeten. Die hebben me laten weten. Dus die heb ik later nog uit de bal gehaald. Hele coole stickers met glitters. Die je misschien leuk in je agenda kan doen om je agenda op te leuken. Of misschien heb je zo'n doeboekje of zo'n journal. Dat is misschien ook wel leuk. Nou, dat ziet er wel gaaf uit. En de volgende. Ja, daar zitten ook wel hele schattige ponies zitten erin. Ik heb al nu een aantal van deze ponies uit deze ballen gehaald. De ponies hebben nopjes. Dus dat betekent dat je het ergens op zou kunnen plakken. Misschien hier op de camera zo. Ja, ik durf het niet, anders krijg ik het er misschien niet meer af. Even kijken, hoe kan ik dit het handigst laten zien aan jullie? Ik heb hier nog wel een slijmbakje. Zou die daar tegenaan plakken? Nee, daar plakt hij weer niet tegenaan. Misschien eerder tegen glas. Ik heb hier volgens mij geen glas bij de hand. Ik heb hier wel een slijmfles van Gamerpapa. Ja, kijk, zie. Nee. Oké, nou. Ik kan even niet zo snel iets vinden waarin ik het kan laten plakken. Dan blijft hij staan. Ik geloof dat ik in de vorige video dat me wel gelukt was. Dan had ik volgens mij wel iets bij de hand. Oh, die is leuk. Een prinsesje. Die is wel schattig. Ik had 1 keer eerder ook zo'n prinsesje uitgepakt. Je krijgt een prinsesje los en je krijgt een jurkje los. En die moet je dan proberen aan te krijgen. Even een beetje drukken. En zo.
En ze heeft zo haar jurkje. Haar lichaam zit een beetje, zeg maar, losjes. Zodat je dan leuk ermee kan spelen. Dat er leuk en grappig uitziet. Zo, daar gaat mijn prinsesje. Die heeft een beetje moeite met staan. Dus misschien zo met op haar jurkje dat die wel kan staan. En een soort buttonachtig die je dan kan klippen. Je kan het vastklippen aan bijvoorbeeld je broek, je riem. Misschien heb je een borstzakje waar dat dan aan kan klippen. Je tas. Om dat dan leuk te versieren. En dan heb ik nu de 5 cadeautjes. Dus dit zijn de 5 dingetjes die ik uit mijn bal heb gehaald. Een button, een prinsesje. Ah, mijn handen zijn te klein om alles te goed te laten zien. De stickers en de armbandjes. Nou, ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Leuk vond om te zien wat ik uit zo'n bal heb gehaald. Is dit zo? Vergeet niet de video een like te geven. Vind je dit soort video's leuk? Hier kun je mijn kanaal abonneren. Abonneren is gratis. Hieronder zie je het kanaal van mijn man Gamerpapa. Daar zie je dus de stoere versie van deze ballen. En ik laat hier een link zien naar allerlei leuke filmpjes. Doepa doe!